Yo mensen, terwijl ik eigenlijk deze gloednieuwe OZM video en we winnen gelijk met 5-0 van Valencia. Dat is lekker. Met Porto gaan we niet verkopen en Walker, Garrett, Carl Walker gaan we normaal niet verkopen. Een ruk Engelse uitspraak, I know. Lloris Sané, die ook tegen Nederland scoort. Assist Sterling in Nederland 2-2 gespeeld tegen Duitsland. En daar zijn ze eerst in die groep. Lek boys. Waar ze eerder hadden, vrijdag ook al 2-0 wonnen van de wereldkampioen Frankrijk. Lekker. De Bruyne assist David Silva. Tweede helft David Silva assist Sterling. David Silva scoort een fantastische goal. Assist Ellie. David Silva weer assist Ellie. Oftewel David Silva is de man of the match in Ellie met 1-2. Assist. Dus Ellie is gelijk al belangrijk. Dat vind ik leuk. Dat Ellie gelijk al belangrijk is. En die reclame die in beeld kwam, daar vroeg ik niet om. Dat gebeurt gewoon. En dan kan Gabriel Jesus gewoon weer verder trainen. En hier Fodon. Maar ik heb verkeerd geklikt. Dus het wordt dit keer Shevchenko. Sandler. Muric. Sponsordeals is prima. Dan kunnen wij denk ik wel door naar de volgende career mode. Even kijken hoe mijn bro ervoor gaat. Hij heeft gewonnen. Hij gaat best wel lekker op zich. Kunnen wij misschien een spelertje kopen? Nee, dat kunnen wij niet. Want zijn spelers zijn best wel waardevol. Kunnen we een Emre Can halen? Net geen Bonucci. We kunnen wel een Alexandro. We gaan een bordje op Alexandro Lobo Silva. En dan gaan we nu door naar de volgende creamhout. En dan zie ik jullie bij de volgende creamhout. Ik ben echt heel druk bezig om de kwaliteit te veranderen van mijn video's. Echt, ik weet, ik ben er echt heel druk mee bezig. En we winnen met 1-0. Door een doelpunt van Lionel Messi in de 9e minuut. En voor de rest gebeurt er gewoon geen moer in deze wedstrijd. Weer hetzelfde, ik kan er niks aan doen. En we staan gewoon, we hebben echt een fucking slecht doelstelling van 9-1. AC Milan gaat met tegendoelpunten slechter, 3. Maar met, ze gaan gewoon 10 doelpunten, staan ze gewoon voor op ons. Qua doelsaldo, 10. 19 om 3 gaan zijn, wij 9 om 1. Ik ben trouwens aan het aas op Cutrone. Waar we ook een aas op Suso. Suso, Bakayoko. Romagnoli. Donnarumma. Ik ga gewoon niet. Ik kan ze niet allemaal kopen, maar ik ga wel lekker aasen, weet je. Omdat het wel lekker is om even te aasen op die spelletjes. We kunnen ook even wat trainingen opnieuw doen. Waaronder Kienwald. Bentancur. Khedira kan weer spelen. Banacha kan ook spelen, Rugani en Perin. Ik ga even naar de opstelling, we moeten het een en al veranderen. Can, Khedira, Cellini, Banatia. Ja, oké, dan kunnen wij deze even kijken. Dit zijn wij, dit zijn wij die op de spelers asen van mijn bro Tim. Waar ik donderdag heen ga, dus donderdag kunnen jullie weer een tof vlogje verwachten met goede kwaliteit. Sponsors zijn goed, nou, dan zie ik jullie in de volgende carrière mode weer. Dus Efton, waar wij gewoon bovenaan staan, hè, even. We staan gewoon bovenaan met Efton, hè. Hallo, we winnen 6-0 van Southampton. Door de goals van Richarlison, assist van Bernard. Idrissi Ganagaye,
assist van Tosun. Rafinha, de nieuwe aankoop, assist van Bernard. André Gomes, assist van Idrissi Kanagaye. André Gomes met een geweldige goal en Calvert-Lewin assist André Gomes. André Gomes is man of the match met 1 assist, 1 goal, 2 goals. Met 2 goals en 1 assist zijn man of the match. Kan ik op zich wel meeleven. Ik ga even wat trainingen afronden, want we zijn beast mode. Calvert-Lewin. Tim Davies. Sane is geblesseerd, dat is best wel kut. Wie zullen we even trainen? Want Holgate. Stekelenburg gaan we even naar dokter. Nee, niet naar gratis, naar dokter. Ook gelijk voor 5 wedstrijden. Halleluja. En Givli Sigurdsson voor 2. Ja. Dat ga ik toch weer even voor Sane. Gaan we toch weer even naar de opstelling. Kien heeft ook een wedstrijdje gescoord. Oké. Dan gaat Kenny op rechts spelen. Komt daar Kenny. Jurist. Oké, dat is kut. Hebben wij dit al gedaan? Ja, dan gaan we sponsors checken. Kijk, Zuidtribune moet vervangen worden. Dan gaan wij vervangen worden qua sponsors, niet vervangen worden qua verbouwing. Dan gaan wij door volgende wedstrijd spelen tegen Huddersfield Town. En zoals je zag stonden wij nog steeds bovenaan met, jawel, Everton. Bovenaan in de Premier League. Dat is ziek. Dat is heel ziek, ouwe. Over 37 minuten begint deze competitie met Inter Milan. Doelstelling is eerste, maar het zou een wonder zijn als wij eerste worden met Juventus en Ronaldo. Het zou een wonder zijn, maar het zou wel tof zijn als het daadwerkelijk kan gebeuren. We gaan heel veel sponsors checken ook weer. Hoeft eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk hè. Kunnen we gewoon even de managerlijst gaan checken. Napoli, Juventus, Roma, AC Milan, Lazio, Sampdoria en Torino. Zit al in deze competitie. Dat is lekker. Vandaag 18.11 zijn wij online geweest. Vandaag 6.48. 16.11.2018, 19.54. 18.11.2018, 19.13. 16.11.2018, 20.01. Vandaag 17.13. En vandaag 17.49. En vandaag 18.04. Yeah. En dan kunnen wij heel misschien nog wat kopen of zo. Met 15 miljoen voor Inter. Wat voor Inter waardig is. Een Locadia is lekker. Zichenko is lekker. Kunnen we trainen. En een Sané van Schalke is wel normaal mooi. Maar dan gaan we natuurlijk kijken in de opstelling. Want er staan natuurlijk de beste spelers. Wat wij het meeste kunnen gebruiken is... We kunnen gaan sparen. Dus we gaan even sparen. Kandreva kunnen wij wel verkopen, want we hebben Politano en Lautaro Martinez die allebei getraind kunnen worden. Dus Kandreva transfermarkt. D'Ambrosio. Nee. Alleen Kandreva verkopen wij dus. En dan komen wij dus op 30 miljoen uit. En voor 30 miljoen. Kunnen wij misschien Joao Mario vervangen of Frischalko? Maar dan kan alleen als Kandreva verkoopt. Ik wou net deze video afsluiten en dan gebeurt er dit. Nou, ik sluit me wel gewoon af, want ik was toch klaar met wat ik moest doen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Doe blauw mogelijk. Abonneer je op het belletje aan als je geabonneerd bent.
En dan zie ik jullie morgen gewoon terug in een gloednieuwe video om, jawel, 7 uur. En zeg ze altijd, late mensen.